Goedendag en welkom bij het programma Healthy Minutes. In een serie van 12 afleveringen zal getracht worden u bewuster te maken over een gezonde leefstijl, maar ook om u te informeren over de vorderingen binnen de gezondheidszorg. Verder zullen wij ook de verschillende aandoeningen belichten die de gezondheid bij de mens kunnen beïnvloeden. We denken dan bijvoorbeeld aan hoge bloeddruk, obesitas, kanker, wat te doen bij beroerte, koorts en griepverschijnselen, noem maar op. Diverse deskundigen zullen wij aan het woord laten tijdens Healthy Minutes. Deze eerste aflevering starten wij met de directeur van Volksgezondheid, Dr. Anders Rakesh Gayadar Sukul. Hij heeft het over het doel van het programma Healthy Minutes, een productie van het ministerie van Volksgezondheid en het wordt ondersteund door UNICEF. Het programma Healthy Minutes heeft het doel om de samenleving te informeren over de vorderingen die we maken binnen de gezondheidszorg, maar vooral ook om de samenleving te informeren over gezond levensstijl. Hoe je jezelf gezond kan houden, want dat is heel erg belangrijk, maar tegelijkertijd ook welke zaken zijn er die de gezondheid kunnen beïnvloeden. Bij gezond levensstijl weten we allemaal, bewegen is heel erg belangrijk. Een gezond dieet is heel erg belangrijk. Dus, en dan kunnen we daarover praten. Zodat de kans op overgewicht en chronisch niet overdraagbare aandoeningen, zoals suikerziekte en hoge bloeddruk, dat die kans verkleind wordt. Want deze aandoeningen, die hebben uiteindelijk weer een impact op je gezondheidszorg. Zoals het lopen van een beroerte, het oplopen van een beroerte, dat is verlamming. Of een hartaanval, of dat de nieren beschadigen, of dat je slecht genezende wondjes hebt. Dus blindheid is ook een van de gevolgen van niet goed gereguleerde suikerziekte en hoge bloeddruk. Dus zo zie je dat we de samenleving moeten blijven informeren, zodat zij hun gezondheid zelf kunnen beïnvloeden door gezond te leven. Shivani Narayan, Health Officer bij UNICEF Suriname, vindt de samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid noodzakelijk, omdat daarmee beoogd wordt zoveel mogelijk mensen te bereiken, in het bijzonder de jongeren en kinderen, met het programma Healthy Minutes. Zij geeft aan hoe de frequentie van het programma zal geschieden, maar ook wat het doel is van de producties. UNICEF is een samenwerking gestart met het ministerie van Volksgezondheid om informatieve filmpjes te produceren. Met informatie over de gezondheid, verschillende ziektes, preventiemethodes en informatie over de beschikbare gezondheidsdiensten. Met deze informatie beogen we zoveel mogelijk mensen te informeren over gezondheid, in het bijzonder jongeren en kinderen. Er zijn in totaal 12 videoproducties die zullen worden ontwikkeld en deze producties zullen over een duur van 6 maanden worden uitgezonden. Elke maand zullen er 2 nieuwe producties worden ontwikkeld en om ons bereik zoveel mogelijk te vergroten zullen we de videoproducties via verschillende media uitzenden, waaronder televisiekanalen, maar ook zullen we gebruik maken van social media. De filmpjes zullen beschikbaar worden gesteld op de pages van het ministerie van Volksgezondheid en UNICEF. Ik heb het dan over Facebook en YouTube. Om het bereik nog meer te vergroten zullen de video's ook worden vertaald in 6 verschillende talen. Er zullen ook radioboodschappen worden afgeleid van de video's en die zullen via verschillende radiostations worden uitgezonden. Dus als ik het heb over de gezondheidstopics, dat zijn voorbeelden daarvan, een gezonde levensstijl, waarom is het belangrijk om een gezonde levensstijl op na te houden en waarom is het belangrijk om zo vroeg mogelijk daarmee te beginnen, maar ook andere topics zoals moeder-kindzorg, vaccinaties is ook een van de prioriteiten. Behalve dat er stilgestaan zal worden bij de aandoeningen, zal er vooral ook aandacht besteed worden aan de preventiemiddelen, met als voorbeeld het vaccineren om ziekten te voorkomen. Denk maar aan COVID-19, gele koorts, het laten vaccineren van uw kind. Het vaccineren is in principe
op een kunstmatige manier kennis maken met onderdelen of soms verzwakte ziektekiemen, dus met onderdelen van ziektekiemen of soms verzwakte ziektekiemen, waardoor de immuniteit van het lichaam weerstand gaat opbouwen tegen die ziekte. Dat wanneer je daadwerkelijk in contact komt met die ziektekiemen, dat je lichaam al voorbereid is en de aanval op die ziektekiemen veel beter geschiet. Dus vandaar dat het belangrijk is om zich te laten vaccineren. We hebben de laatste tijd heel veel over vaccinatie gehoord, omdat eigenlijk we laatst geconfronteerd zijn met een pandemie die heel veel mensenlevens heeft geëist, die heel veel vrijheidsbeperking heeft gevergd van ons. En dan hebben we met de hulp van moderne technologie vaccins ontwikkeld om de immuniteit van de mensen ook te versterken tegen deze ziektekiemen. Als voorbeeld geeft de directeur aan hoe belangrijk het is om vooral uw kind te laten vaccineren. Denk maar hoe gevaarlijk het poliovirus bij kinderen is. Dat kan ertoe leiden dat het kind een verlamming kan krijgen. Het poliovirus die kan bij kinderen voor kinderverlamming zorgen. Het virus die zorgt voor een griepachtig verschijnsel met daarna het feit dat hij in de zenuwen gaat zich vestigen om ervoor te zorgen dat er verlammingsverschijnselen kunnen ontstaan. Dan heb je ook nog andere ziektekiemen zoals kinkhoest. Je hebt ook tetanus. Tetanus, we kennen het in de volksmond als klem. Daarvoor vaccineren we de kinderen ook. We hebben onze vaccinatieschema's. Vanaf geboorte al worden de kinderen gevaccineerd tegen het hepatitis B virus. Dat is een virus die je leverontsteking kan geven en de lever kunnen beschadigen. De doelen binnen het UNICEF zijn gekoppeld aan de prioriteiten op het ministerie van Volksgezondheid. Dat zegt Shivani Narayan van UNICEF. Als ik kijk naar de doelen binnen UNICEF, onder ons health component, hebben we dus verschillende doelen die aansluiten op de prioriteiten van het ministerie. En deze prioriteiten binnen ons health component zijn onder andere vooral mentale gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning, in het bijzonder bij jongeren en kinderen. En ook immunisatie, dat is ook een van de prioriteiten binnen ons gezondheidscomponent. Het versterken van het immunisatieprogramma. We zijn inmiddels al bezig met een aantal projecten, ook met andere zorginstellingen. Dus via het ministerie van Volksgezondheid, met de RGD en de medische zending. Wat ik ook erbij moet vermelden is dat deze activiteiten, deze programma's, die worden ondersteund door UNICEF, in partnerschap zijn met USAID. Er worden fondsen beschikbaar gesteld door USAID. Dat zijn fondsen vanuit de Amerikaanse overheid. En met de woorden van Shivani zijn wij aan het eind gekomen van de eerste aflevering van Healthy Minutes. Zoals aan het begin te hebben aangegeven, is het ministerie van Volksgezondheid gestart met een serie van 12 videoproducties om zodoende dichter bij de gemeenschap te geraken, om hen te voorzien van de nodige gezondheidsinformatie. Informatie dat te maken heeft over de gezonde leefstijl, maar ook om u te informeren over de vorderingen binnen de gezondheidszorg. Aan het woord waren vandaag de directeur van Volksgezondheid, Dr. Hans Rakesh Gadersukul, en Shivani Narayan van UNICEF. We zien u dan weer over 2 weken bij een nieuwe aflevering. Blijft u vooral de social media kanalen van het ministerie volgen en die van UNICEF om op de hoogte te blijven over het programma Healthy Minutes, maar zeker ook over uw gezondheid. Tot de volgende keer.